En opeens is die juichstemming daar, hè, rond die formatie. Ja, het is allemaal halleluja, jutteperen, weet je wel, die. En dan denk ik, waar komt al die vreugde vandaan, vrienden? Ja, nou, ik zie die Polonaise daar in Den Haag nog helemaal niet gelopen worden, hoor. Nee. Kijk, het is toch nog niet zo lang geleden dat onze Omtzigt, Pietertje... Pieter, die ziet die Wilders helemaal niet zitten. Je denkt toch niet dat dat veranderd is? Nee, totaal niet. Nee, kijk, ik zie het zo, hè. Pieter heeft een neef in de familie. En die neef, die is een beetje frauduleus, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, dat is, ja, een beetje een oplichtertje. Ja, ook, ja. Wel een vrolijke snuiter, hoor, daar gaat het niet om. Heeft ook een tijdje gezeten, ja. En dat weet ook iedereen in de gemeenschap, in het dorp, in de stad. Iedereen is op de hoogte. Pietertje vindt het wel goed als de neef af en toe even langskomt. Verjaardag, partijtje, dat werk, ja. Maar, ohé, als Pietertje de neef tegenkomt, wow, in de supermarkt... Ja, dan is het dit, hè. Dan is het, wegkijken en hoe, ja, hij wil niet met de neef gezien worden in de supermarkt. Nee, dat wil hij niet, dus wegkijken en wop, en dan is de speer weg. Dat is het. Dat is de verhouding van Omtzigt tot Wilders. En gaat dat dan allemaal werken, vrienden? De komende maanden? Nou, ik weet het niet, hoor. Ik heb nog steeds hele grote twijfels.